Hartelijk welkom, u bent er weer. Fijn, wij zijn er ook. En wij, dat is in dit geval Warre Borgmans en ikke. Ja, dag Warre. Mara. Ja. Ongelooflijk. Jawel. Geweldig dat je er bent. Ja, dank je wel. De mensen mogen weten dat wij hier al mee bezig zijn van voor corona. Ja. Zo lang heeft het geduurd, maar je ziet, de beloning is... Geweldige beloning is dat, hè. En daar gaan we op drinken. Okay. Wat denkt u daarvan? School. Op jouw gezondheid? Ja, maar ook op die van... En ook op die van de mensen thuis? Van iedereen, kom ja. Aan. School. Zo, fijn wegzetten. Lekker? Een goede sponsor. En een lekkere sponsor. Résidence Pierre. Ja. Voilà. Mm-hmm. Warre. Ik weet niet of je alles de tijd hebt gehad om te zien hoe zo'n programma van Hadi Misha eruit ziet. Ja, ja. Ja, dus we beginnen met het DNA van onze gast en we gaan dat met jou doen aan de hand van foto's. Ja. En je hebt een hele leuke foto meegebracht dat je zo een klein blond ventje bent. Hè? Zullen we daarbij beginnen? Ja, dat is goed. Mijn schuppeke? Dat was in onze hof, in Mortsel, in de wijk De Oude God. Ah, De Oude God, zei je van daar? Ah ja, dat is al bekend, hè? Ja, en de Stasielij was toen de Champs-Élysées van Mortsel, hè, Micha? Ja. En die zandbak, ik zie nu, na zoveel jaren terug, die foto. Denk, zou het een half afgedankt bad zijn of zoiets? Het lijkt wel een lavabo of zo. Zoiets, hè? Ja, maar ja, ik ben ook een klein manneke, dat kan in zo'n lavabo, hè? Ja. Ja, maar volgens mij is dat om te spelen, niet om te badderen. Nee. Het was echt met zeezand. Ja. Zeezand? Ja. Okay. Van dat doorsijpelend, dat zo tussen de vingers. Van Kempenzand, hè? Ja, bijvoorbeeld zeezand van de Kempen, ja. Voilà. En hoe oud ben je daar? Oh, ik denk, zou dat kunnen iets meer dan een jaar of zo? Ja, je loopt in elk geval. Ja. Het is moeilijk te zien. Maar wij hadden een hele grote hof. En dat stond ergens achteraan in de hof. Ja. En jij bent enig kind? Nee, ik heb nog een oudere zuster. Die is 10 jaar ouder. Ik heb maar één zus. Ja. Dus die wordt 77 dus eigenlijk. Ja. Hè? Ja. En En het is eigenlijk een beetje zo dat mijn oudere zus mij ook wat opgevoed heeft. Ik wou het juist zeggen, want jij was een pop, hè? Een levende pop waarschijnlijk, hè? Voor mijn zus. Ja, dat bedoel ik, ja. Maar het is waar. Ja, zeker. Uber research, zeg maar. Ja, wat is waar. Omdat mijn ouders natuurlijk ook, die hadden een winkel in herenkleding. Mijn vader was kleermaker. En die waren heel druk met die winkel. En doordat mijn zus dat heel leuk vond, na zoveel jaren, 10 jaar ertussen... Van alleen te zijn geweest, ja, plus ze zal waarschijnlijk ook wel uitgekeken hebben. Ik kan me dat voorstellen in zo'n familie van, oh, maar er gaat een babytje komen. Ja. En het is nog altijd zo. Ja, ze betuttelt jou nog altijd? Nog altijd een klein beetje, ja. Maar ik heb dat graag, hoor. Kort net, dat is fijn, hè. Ja. Dat is fijn, hè. Dus je hebt een goede band met je zus. Zeer goed. Ja. En je ouders, je zegt, we hadden een kledingzaak. Ja. Zo op de Champs-Élysées van Mossel, durf ik te vermoeden. Ja, maar dat was echt zo'n chique avenue, hè. Ja. Met grote wilde kastanjelaars, waarvan de kruinen in elkaar overgingen. Maar prachtige straat, je steenwekjes in het midden. Ja, en kinderkoppetjes. Ja. Prachtig. En vooral voor kinderen hele lange, brede trottoirs. Waar wij destijds konden fietsen of verstoppertjes spelen tussen de winkel en de mensen. Heb je dat nog gedaan? Rolschaatsen? Ik ben niet zo goed in evenwicht. Ah. Dus echt, ik heb wel gerolschaatst, maar dat was geen succes. Nee. Maar toch, we konden lopen, springen, hula hoepen, touwtjes spelen. Dat kon al, daar was plaats. Op straat. Ja. De mensen die nu jong zijn, die denken, oh, is dat echt? Bestaat kon het? Dat echt? Nou, het bestond in Mortsel. Ja. Maar jij bent dus in Mortsel opgegroeid, dus ik vermoed ook daar naar school gegaan? Absoluut. Op wandelafstand? Naar de Guido Gezellenschool. Zo. Ja. Is dat belangrijk? Belangrijk in die zin, ik ging niet graag naar school. Ah. In het begin van het schooljaar was ik altijd bij de 3 eerste van de klas. Hè. Tegen het einde van het schooljaar was ik echt helemaal onderaan. En is dat omdat je vond het saai? Of, vond je kon niet studeren? Ik kon niet studeren. Ik vond het ook saai. Er was maar één ding dat mij interesseerde, was gedichtjes voordragen of toneeltjes spelen. Dat kon ik af en toe, als ik het bord moest afvegen, kon ik daar een nummer ook van maken. Ja. Ja. Maar voor de rest interesseerde die school mij zo niet. Plus dat ik toch in het 4e studiejaar, mag ik even vermelden, dan was de leraar Leon de Wever. En ik denk dat de naam De Wever... De Wever. Dat was dus de grootvader van... Van de huidige burgemeester? Een bewogen jaar, zal ik maar zeggen. Want de mythe ging dat de
de ambetante leerlingen of de stoute leerlingen bij meneer De Wever. Omdat hij nogal een harde hand en ik druk mij zeer diplomatisch uit. Maar ik was helemaal geen stoute. Absoluut niet. Ik haalde ook geen kattenkwaad uit. Of zo. Nee, maar je zat aan de verkeerde kant van de, blijkbaar, de groep. Ja. Van de stoute jongens. Ja, ja. Onterecht. Meeloper natuurlijk. Je was een meeloper ook, met de grote groep. Absoluut, absoluut. Ja, nee. Maar ik ben blij dat ik hier in dit programma even kunt rechtzetten. Kan rechtzetten. Maar goed, ik ging dus niet zo graag naar school. Nee. Laat ons het daarbij houden. Ja. Maar meneer De Wever heeft jou dan toch wel een beetje bijgevezen, zoals ze dat zeggen. Ja. Hij was streng, hoor. Was... Zie je dingen van hem in Bart? Onder andere zijn lipje. Bart De Wever heeft ook zo een ja. Hey, Bart De Wever. Hij heeft iets aan zijn lip, hè? Jawel, dat had zijn grootvader ook. Het is een manier van spreken. Ja, maar hij heeft ook. Ja, maar het is ook zoiets raar. Ik ga er volgende keer eens op. Let er eens op. Ja, je zult ik zien. Kan het niet zeggen. Kan het niet zeggen. Maar pas op, hè. Ik wil Bart De Wever niet echt helemaal associëren met zijn grootvader. Integendeel, eigenlijk, hoor. Integendeel. Goed. Ja. We zijn al zover. Ja, het gaat dus, vliegen. Ja, dus we gaan nu even wat muziek draaien. Oké, prima. En wat heb je gekozen? Ah, je hebt gekozen voor Jelle. Jelle Kleinmans, waarschijnlijk een buddy van jou. Hè, want het is ook een begenadigde zanger, acteur. Maar ik herinner me nog, toen hij veel jonger was, dat hij ook naar het toneel kwam kijken. En dat hij ook wel eens een handtekening kwam vragen. Ja? Maar hij was ook, nu spreek ik echt van jaren terug natuurlijk. Ja, dat hij echt zo in mijn grote ogen keek naar hoe zit die toneelwereld in elkaar. Ja. En jaren later, nog niet zo eens zo heel veel jaren later, hebben we samen in een musical gespeeld. Nu, musical is zijn habitat helemaal. Maar voor mij was dat toen de eerste keer. Dat was in de Zoo van Antwerpen, dus in de Elisabethzaal. Hebben wij voor het eerst zo samen gespeeld. En toen zag ik dan echt met zo'n grote ogen van hoe zo'n musicalsterren repeteren en hoe zij zo die liedjes schijnbaar uit hun mouw schudden. Dat was voor mij heel nieuw, want ik had daar veel grote schrik van. Ik moest dan in die musical ook niet zingen. Ah, hè? Gelukkig. Maar goed. Maar hij had dan al 2 of 3 platen gemaakt. En op een van die platen staat dus dit nummer. Oké. Welk oog en hoeveel tranen. En hij heeft me dan ook verteld van waar de titel komt van dat nummer. Maar misschien wilde dat achteraf vertellen. Of misschien weet je het. Ik weet het niet. We gaan eerst luisteren. Heel en goed. Dan kan jij straks nog even zeggen waarover het gaat. Oké. Is het goed? Dat is goed. Dus Jelle Kleinmans. Dat was Jelle Kleinmans met Welk oog en hoeveel tranen. Ja. En Warborgmans, onze gast vandaag, weet waar dat verhaal vandaan komt. En normaal is het nu reclame, maar dat moet wachten. Mag ik dat er ook vlug even? Jelle heeft mijzelf toen verteld. Hij kende natuurlijk ook de actrice Ann Petersen. Ah ja, ja. En Ann Petersen daarvan was geweten dat die dus op bevel kon huilen. En zij wist dat ook. Ik doe het zo en ik huil. En op den duur was er een traditie ontstaan met de televisie, ook met Thuis destijds. Ja? Dat ze gewoon, dat ze zeiden in een scène, Anneke, en hier is het, zou het schoon zijn, dat je een traantje bij. Ja, zei zij dan, welk oog, hoeveel tranen, wat wilde. En dat is zoiets. Fantastisch. Ja, voilà. Heel goed. Dankjewel om dat te delen met ons. Voilà. En wij gaan nu even onderbreken, want we hebben natuurlijk straks nog veel te vertellen, te horen, naar te luisteren. Mm. Want Warborgmans is een begenadigd spreker. Dus tot zo. En Warborgmans is vandaag onze gast. En we hebben al heel veel gelachen. Vooral tijdens de plaatjes. Ja, absoluut. Ja. Warre. Ja. Op een bepaald moment zeg jij, ik ga toneel spelen. Ja. Wanneer was dat? Ik denk dat ik toen 3 jaar was eigenlijk. Oh ja. Dus nog eventjes. Nee, het is gewoon zo, ik heb nooit iets anders willen doen. Dus ik voelde al heel gauw, ook in de school al, bordafvegen, een nummer ook, bij de scouts toneeltje spelen. Altijd maar. Dus je hebt toch wel degelijk bij de jeugdbeweging gezien. Ja, veel aan gehad ook. Ja, ja, heel tof. Maar natuurlijk, had je een naam? Ja, maar die weet ik niet meer. Nee, dat is me al een paar keer gevraagd. Dus eigenlijk moeten we zeggen tegen de mensen thuis, mocht u weten wat dat zijn naam was bij de scouts, dan mag u altijd een gele briefkaart. Ja, een gele briefkaart. Met daarop een vinnige vlinder of zoiets. Oké, vertel. Of verzin er eens bij. Ja, misschien. Vind ik ook. Ja. Maar inderdaad, na mijn humaniora, maar toen had ik al wel heel veel op de muziekacademie, dictie en voordracht en beweging. Dus je was eigenlijk toch al wel begonnen met de eerste. Ja, en ik speel ook bij amateurkringen. Ja, daar hebben we trouwens een foto van. Oh. Kijk. Oh ja. Oh, ja.
Volgens mij zou dat nu niet meer kunnen. Nee. Maar dat, dat was... Oh, ja, daar hangt ook wel een anekdote aan vast. Want dat was het stuk A Taste of Honey. Want iedereen kent toch wel het muziekje. A Taste of Honey. Onder andere van Albert. Maar het wordt ook inderdaad door heel veel zangers en zangeressen gezongen. Onder andere ook de Beatles. Ja. Hebben ook een versie van Taste of Honey. Oeh, ik heb ze gehoord. Ik heb ze zelf. Voilà. En ik speelde dus in Taste of Honey een mooi toneelstuk. Het eerste jeugdvriendje van dat jonge meisje. En wij moesten dan schoorvoetend weliswaar, maar wij moesten toch wat kusjes uitwisselen. Wat vrijen in die scène. Ik had twee scènes. Maar ik was dus gekleurd, zoals je ziet. En er waren nog geen middelen zodat die griemen niet afging. Ik zie het. Bij die eerste kus aan het begin van die scène, had het kind direct al een zwarte veegdier. En ook met mijn handen, dat was allemaal op den duur, omdat wij niet vonden welk middel we eigenlijk, welke crème. Amateurtoneel, dat weten nog niet alles. Nee, maar hoe dat daar zo fel mogelijk op blijft. Om den duur weet ik dat ik op bepaalde dagen, als wij speelden s'avonds, dat ik al van 's morgens die griemen erop deed. Dan dacht ik, dan trek dat in je huid. Dan gaat dat straks vanavond 12 uur verder niet meer af. Dat is dus nooit gelukt. Frida van de Poel is altijd half geschminkt van de scène. Je hebt meer gewisseld dan kussen. Je hebt zelfs kleur gewisseld. Voilà. Eigenlijk heel actueel. Ja. Maar dan ben jij, want even terug. Dan ben je echt gaan studeren. Ja. Op het Koninklijk Muziekconservatorium in Antwerpen. Ja. Wanneer ben je afgestudeerd? Natuurlijk. Wanneer ben je? Ik denk in 78. Okay. Ja, lang geleden. Hè? Ja. Vorige eeuw, hè? De middeleeuwen dus eigenlijk. op het conservatorium kregen wij dus les van pastoor Munthe. Luc Philips, de pastoor van Vlaanderen. Ja, destijds wereldberoemd door de heren van Zichem. En Dora van der Groen. En die speelde vrouw Koenen in de heren. Enfin, die waren allebei ook heel wel van populair, andere feuilletons en zo bekend. Maar wel twee iconen uit het Vlaams theater. Ja. En dan ben jij daar begonnen echt nadat je afgestudeerd bent. Ja. Heb jij uiteraard ook een eindwerk moeten maken. Absoluut. En we hebben daar, kijk, deze foto van. Legendarische foto. We zaten op den duur ook nog maar met 3 jongens in de klas. We waren begonnen in het eerste jaar met 16 of 17 leerlingen geloof ik, met meisjes en jongens uiteraard. Maar na een schifting, na 3 jaar, kwamen deze 3 jonge goden, kale jonge goden. En de meisjes? Die waren weg allemaal. Allemaal was weg. Jullie hadden die allemaal naar huis gespeeld. Zelf weggegaan of naar niet huis geslaagd in het... Naar huis gespeeld. Ja, ondertussen. Ja, naar huis gespeeld. Nee, niet geslaagd. Hè? Ja. Dus we zien van links naar rechts Dimitri Dupont. Ondertussen helaas overleden, ook al overleden. Ja. Dan ik. En de rechtopstaande figuur, u mag het raden. Maar dat raadt u nooit, denk ik. Nee. Want het is Vic de Wachter. Och, Vic. Ja, voilà. Ja. Dus in een stuk van Jean Genet, van 3 mannen in een Franse cel. Dus eigenlijk was dat een chance, dat jullie met 3 overgebleven waren. Anders hadden jullie dit stuk niet kunnen spelen. Nee, anders hadden we het oeuvre van Jean Genet, dat dus ook in een mannengevangenis, waar ook van alles gebeurt. Ja. Dat helaas ook nu niet meer gebeurt. Allee, helaas niet. Maar... inderdaad. Maar niet gemakkelijk, hoor, om een stuk met 3 mannen... Ja. 3 evenwaardige partijen. Hè? Ja. Maar dan heb jij na dat gezelschap... Nadat je afgestudeerd bent... Ja. Heb je zelf een gezelschap mee opgericht? Ja. De Witte Kraai. De Witte Kraai. Ja, samen met Sam Bogaerts. Sam Bogaerts, ook al overleden. Pff, vreselijk eigenlijk. Ja. En Lucas van der Vorst. Voilà. Ja. Ons eerste stuk was, dat heette Omwille van het smeer. Dat had die Sam Bogaerts zelf gezien. En Sam Bogaerts, eigenlijk, ik heb een... ik zeg Dora van der Groen en Luc Philips, maar eigenlijk heb ik pas echt het vak geleerd. Bijvoorbeeld bij zo iemand als Sam Bogaerts. Die had een hele eigentijdsere aanpak. Visie. Ja, maar jullie waren jong, hè. De docenten waren al direct een generatie ouder, hè. Pas op, hè. Die waren generaties toen jonger dan wij nu zijn. Voilà. Hè? Maar dat waren toen oude mensen. Terwijl wij, Micha, wij zijn nog jong, hè. Wij zijn nog jong, hè. Al zeggen we het zelf, hè. Voilà. Dus we gaan daar nu
een plaatje voor draaien. Ah, wel, dat is goed. En we hebben Joe Dassin. Ja. Prachtige melodie, vind ik. En Joe Dassin ken ik natuurlijk van, nog van de Knokkencup. De Knokkencup, ja. Maar de Knokkencup. Toen hij ook dat... En we gaan dit nu niet, want ik vind dit een heel schoon liedje. Maar hij had iets van... Les Daltons had hij een liedje. Ah, over de Daltons. Ja. En dan weet ik, dan schoot hij altijd naar de... drummers. Marimba? Nee, dingen. Nee. Sadie. Ah, Sadie. Ja. En die speelde. Nou, en die was een muzikant, hè? Ja, ja. Zegt heel erg. Ja, ja. Dat en was dat een... staat alsof de dag van gisteren nog zo voor mijn ogen. Goed. Et si tu n'existais pas. Voilà. Joe Dassin. Warre Borgmans is onze gast vandaag en ik hang aan zijn lippen. Och, wat goed. Warre. Ja. We waren gekomen bij het feit dat jij samen met die Sam Bogaerts en Lucas van Vos de Witte Kraai. Ja, de Witte Kraai had, maar dat is maar 7 jaar. Is maar. Dat heeft 7 jaar bestaan en dan zijn jullie opgeslorpt door Ivo van Hoven. Ja. Ja, dat en daar moeten we toch, dan moeten we toch wel zeggen, dat was dan de tijd, hè? Dat was dan een gezelschap. Maar Ivo van Hoven was toen ook in zijn prille theaterjaren. Ja. Hè, en dat waren eigenlijk twee kleine theatergezelschappen die samen gingen. Hè, dat werd dan de tijd. Ja. Hè. Maar Ivo van Hoven is zoveel jaren later natuurlijk de grote... regisseur. Ik denk wel de meest bekende Vlaamse theaterregisseur. Ja. Geworden, misschien toch even zeggen dat hij de laatste productie over David Bowie gemaakt heeft. Ja. En ook samen met David Bowie. Ja, ja. Dus het is niet zo dat hij het nadien heeft gedaan. Nee, en hij bewonderde Lazarus, ook al heel zijn leven in stilte David Bowie. Hij, ja, dat is een andere generatie. Die zijn jonger dan wij. En hij is heel erg groot geworden met David Bowie. En de onderwerpen die David Bowie in zijn liedjes gebruikte. En dat toen hij die dan echt ook ontmoette, dat moet voor hem ook iets onwaarschijnlijks geweest zijn. Denk ik wel. En dan heel het stervensproces ook meegemaakt. Ja, Lazarus en al die dingen. David Bowie. Goed, even terug naar jou. Ja. Jij bent dan helemaal opgeslorpt door tv. Hier zien we jou. Ja. Met Koninklijk Gezelschap. Ja, toen. En ik moet zeggen, koningin Fabiola is daar zeer uitbundig aan het lachen. Had jij iets gezegd waardoor ze moest lachen? Ja, het was vooral zij die zei ineens... Ik was toen een Spaanse danser. Ah. Een Spaanse zanger-danser. En zei, u heeft de kleuren van mijn land goed verdedigd. Hè? En dan ontstond er toch een klein gesprekje tussen ons. Ik heb mijn best gedaan. Hè? Ja. Zijn er nog punten? Jullie hadden een ogenblikje. Ja, wij hadden echt een ogenblikje. Ja. Dat was eigenlijk in het protocol helemaal niet voorzien. Hè? Want je wordt vooraf goed gebriefd. Van niks zelf zeggen. Hè? Maar goed, dat werd dan ook door hen zelf meteen overboord gegooid. En je ziet ook nog Nant Buil. Ja, ik ging net zeggen, ik zie daar nog iemand staan. Ja. Maar die staat op de tweede rij. Hè? Ja, toen stond hij op de tweede rij. Normaal stond hij van voor. Maar ik mocht even voor. Voilà, omdat jij een onderonsje had met de koningin. Voilà. Ja. Dan ben jij beginnen spelen op tv. Waar heb jij niet in gespeeld? Ik denk dat dat sneller gaat. Oh, nee. Er zijn heel veel dingen waar ik maar eens ben doorgelopen. Maar ja, maar dat maakt niet uit. Ik zal eens een paar dingen noemen. Hè, voor de mensen thuis, als ze zeggen, wat heeft die man allemaal gedaan? TV-reeksen, Windkracht 10, Terug naar Oosterdonk, Stille Water, Steam Spirit, de reeks op tv. Spoed van Vlees en Bloed, Oud-België, Dag Sinterklaas, Zie mij graag, Kuldersupke. En dan ook nog in films. Want je hebt gespeeld met Jacques Vermeire. Inderdaad. Ja, heel eventjes. Maar goed. Je zat erin. Kom erin. Tim Spinnet. De Blinkerfilms. Ja, de Blinkerfilms. Bart de Bijl. Mark de Bijl. Er worden te weinig goede kinderfilms gemaakt. Ja. En zeker de eerste Blinkerfilm was een hele leuke film om te doen. Ja. Maar je hebt ook nog in Marina gespeeld. Ook, ja. FC De Kampioenen. Ja. En dan De Hel van Tanguy. Ja, maar verschrikkelijk. Dus ik bedoel maar... Ja, overal kennen ze mij. Dat is toch wel iets. Kijk, hier is Kuldersupke. Ja, och, ongelooflijk, hè. Dat is nog echt altijd... nog eens in een decor in Studio 5. Met alles erop, met aan pruiken, snorren en baarden. Geen gebrek. Een koningsdrama, zou dat kunnen zijn. Ja, en dat is eigenlijk nog altijd, dat staat nog altijd. Mensen vragen nog altijd, komen er nog reeksen van Kuldersupke? Helaas zijn de decors na de tweede reeks meteen verbrand geweest. De zwaarste kost van de reeks, want heel die Studio 5 stond vol middeleeuws kasteel of slotgrachten en wat weet ik allemaal.
Ja, er zijn maar 20 afleveringen van gedraaid. Ja, maar gelukkig herhaalt men ze nog wel eens. Ja, en geregisseerd door Stijn Konings. Onze heel baron. Prettig. Hè? Ja, maar en met Jan de Cler, Vlaanderens grootste, toch maar in ons midden. Dus wat kan een jonge acteur meer wensen? Ja, hoe oud was je toen? Toen? Ja, ik denk een jonge dertiger waarschijnlijk. Ja, is dat al zo oud? Het is goed. Sorry. Hè? Nee, drink nog eens. Denk ik. Maar dat was echt een grapje. Dat was een misplaatst grapje. I'm very sorry. Jij kunt tegen niet. We gaan eens een plaatje draaien. Oké. Even rust. En wat heb je gekozen? Ah, onze grote Wiltura. Ja. En dat is en blijft nog altijd een prachtig nummer. Dat is een evergreen, een wereldhit. Het is een fantastisch nummer. Ik ken niet zoveel van muziek. In zijn eenvoud onwaarschijnlijk eigenlijk. Hè? Ik ben zo eenzaam zonder jou. Ja. We hebben nog altijd Warre Borgmans bij ons hier in de studio. En zoals ik daarnet heb aangekondigd voor de reclame, zouden we met hem eens willen praten over Alles in de Strijd. Een televisieprogramma van een aantal afleveringen waar jij heel openhartig heel openhartig bent geweest over jouw prostaatkanker, maar ook allemaal met de billen bloot. Ja, maar dat was maar heel eventjes, hè. Bloot is bloot. Light. Maar bloot is bloot. Dus van dat bloot was niet zoveel te zien. Nee. Ja, trouwens, ja. Dan nog, hè. Ja. Maar voelde je de noodzaak om daaraan mee te werken? Noodzaak niet direct, want toen ze met de vraag kwamen voor dat programma, waren ze gewoon eigenlijk vanuit de productie bezig met een leuke mannengroep samen te stellen. Van welke mannen zouden nu een goed evenwicht in dat? En ze wisten ook helemaal niet dat ik ervaringsdeskundige was. Ja. Dus mijn eerste vraag was ook, hoe zijn ze nu bij mij gekomen? Hoe zijn je dat te weten gekomen? Want ik heb dat helemaal eigenlijk, alleen niet verborgen gehouden. Nee, maar je zet dat ook niet vooraan op het, in de krant. In mijn cv of zo. Hersteld van. Ja, voilà. Ja. Maar goed, voilà. En dan vond ik ook dat ik niet anders kon dan daar gewoon eerlijk en openhartig over te zijn. Ja. Ik werd daar niet toe gedwongen of zo, hoor. Verre van. Maar ja, kijk. Elk klein steentje dat ik zou kunnen een duwtje geven om dat onderwerp ook meer bespreekbaar of toch meer in de openbaarheid te brengen. Ja, dat is dan mijn kleine verdienste. Bijdrage, ja. Jij was maar, hoe oud, 50? Als jij... Nee, pas op, het is een... 60. Sorry, ik was 10 jaar verschil. Ja. Dus en ben je daar toevallig bij uitgekomen? Ja, of? Bij een routineonderzoek. Hè? Ah ja, bloedonderzoek, onderstel ik. En dan ineens... En het was wel meteen, in dat gesprekje met de dokter... je voelt wel meteen dat ernstig is. Ja. En ik denk ook, we hadden dan net of geweten dat ook mijn fantastische collega Mark van Egem, dat die er ook, maar bij hem was het uitgezaaid. Ja. Dus het was veel te laat. Veel ernstiger. Constateerd, te laat. Ja. Ja, er zijn niet zo heel veel oplossingen, hè. Ja, opereren. Maar ook, je zou kunnen zeggen, we zullen wachten. Tot het misschien te veel erger. Dus dat is geen keuze. Nee. Eigenlijk, hè. Maar dat is altijd met kanker. Wanneer men kanker constateert, dan moet er ingegrepen worden of het zaait toch uit, hè. Je kan het niet laten zeggen, we zullen wel zien. Nee, dat gaat niet, hè. Terwijl natuurlijk de meeste mannen prostaatkanker krijgen. Dus, maar je kunt het natuurlijk ook krijgen op je 80ste bijvoorbeeld. Maar goed, voilà. Maar dat heeft natuurlijk wel... gevolgen, hè? Ik bedoel, vanaf het moment dat de prostaat geopereerd is, zijn er een aantal seksuele handelingen een ander leven. Die niet meer mogelijk zijn. Er is een ander leven. Er zijn toch ook wel, ik dacht, hulpmiddelen, Viagra, injecties, absoluut. Dat soort zaken. Ja. Werkt dat dan niet? Ja, Viagra, daar krijg ik heel erg hoofdpijn. Ja, want het is echt zo. Is een bijwerking, staat ook op de bijsluiter. Ja. En je kunt ook, dat doen ook heel veel mannen, die zichzelf injecties geven. Ik ben niet zo van de injecties. Nee. Ik heb geen schrik van naalden, hoor. Maar ja, ik heb dat een paar keer geprobeerd. Dat is dan toch ook weer niks voor mij. Dus je zou kunnen zeggen, ik behelp mij met mijn
beperkte middelen. Ja. Maar dat moet toch wel, je zegt net al, ingrijpend zijn. Maar ja. Niet alleen voor jou, maar ook voor je partner. Absoluut. Natuurlijk, het hoeft niet altijd... dramatisch te zijn. Nee, je kan elkaar ook helpen, zal ik maar zeggen. Ook graag zien, vooral. Ja. Noodzakelijk alles bij... De handeling hoeft niet per se. Zoals ervoor. Ja. Het is een ander leven. Mm-hmm. Ook eigenlijk, en misschien is dat nog belangrijker... een ander gevoel van in het leven te zijn... van dat er iets wat toch uw krachtbron is in het leven... en daarmee wil ik niet zeggen van je moet een eten bok zijn... dat bedoel ik niet, maar gewoon een soort innerlijke kracht. En waar je voelt dat er iets anders is dan daarvoor. Ja. Ik weet dat het vaag is, maar ik kan het eigenlijk niet anders uitdrukken... dan dat ik het zo aanvoel. Ja. Ja, een soort oerkracht, hè. Ja. Hormonaal, hè. Ja, hormonaal. Voilà. Het is duidelijk dat hormonen een heel belangrijke rol hebben. Niet alleen seksueel, maar ook in uw lichaam, hè. Ja. Voor de rest van, zoals je zegt, kracht en strength en mannelijkheid en dat soort zaken allemaal. Dat is anders. Ja. Ja. En heb je nooit nadien de vraag gekregen om daar eventueel eens een boek over te schrijven of een theaterproductie over ik te maken? Ik heb een stukje in een theaterproductie van 2 jaar geleden, die heette In Topvorm. Mm-hmm. En daar had ik zelf veel items in geschreven. Het was ook een collage eigenlijk van allerlei onderwerpen. Ook een mythisch verhaal werd daarin verteld. Zo. Heb ik over de prostaat ook aandacht aan besteed. Ja, ja. Het was dan ook weer... Ja, ik moest dat dan echt op mijn manier doen. Ook vrij ludiek, hoor. Ja, ja. Want ik vind ook dat er... Ja, de dingen zijn zoals ze zijn. Ja, en je wringt u daardoor, je worstelt u daar toch op de een of andere manier. Mm. En voor mij is dan humor toch ook een heel belangrijk aspect. Het is louterend, hè, humor. Ja. 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 Heb jij het gevoel dat er nu, door onder andere dat programma... mensen misschien toch wel sneller geneigd zijn... Zeer zeker. ...van naar de dokter te gaan? Ik hoor niet anders dan dat soort reacties. Dat er is vlak na de uitzending ook een geweldige beweging van mannen. Een doorstroom. Ja, maar echt waar. Dat is gedotterd tot en met... Ja. En terecht, denk ik. Ja, Dat men dat op tijd vaststelt. Ja. En beter zo dan absoluut. Met slechte gevolgen. Ja. Dus in die zin heeft dat programma zeker zijn effect niet gemist. Goed. We gaan weer wat muziek draaien. Wat heb je gekocht? Boudewijn de Groot moest erbij, hè? Ja, Boudewijn de Groot heeft ook heel mijn leven begeleid. Ja. Van verdronken vlinderen en land van Waals en Waal. En wat weet ik allemaal. En Jimmy. En nog altijd. Hij treedt wel niet meer op. Nee. Hè? Maar hij maakt nog altijd muziek en zijn stem. En ook dit liedje, Aarde. Het past natuurlijk in de hele omkadering van het klimaat. Ja. Maar vind ik een heel mooi lied. Oké, Boudewijn de Groot. Boudewijn de Groot en Aarde speciaal voor Warre Borgmans, onze gast. Dank u, Micha. Alsjeblieft, Warre. Ja. Je hebt een aantal producties, theaterproducties gedaan. Je bent daar toch nog regelmatig te zien. Hoewel je net zei tijdens ons voorgesprekje... Ja, maar ik neem niet meer alles aan. Ik doe niet meer alles. Ik doe natuurlijk ietske minder. Ja. Ik kom ook uit de periode, ik denk dat nu niet onbekend zal zijn... dat je dus dag en nacht eigenlijk optreedt of daarmee bezig bent. Ja, ja. Allee, in ons geval dan overdag repeteren... Elke middag die bus in, up naar... naar Amsterdam, maar ook naar Zwolle of naar Scheveningen. Ja. Maakt niet uit. Stuk in de nacht thuis, morgens terug. En jaren aan een stuk eigenlijk. Heel plezant allemaal als je jong en fris en genoeg energie hebt. En fruitig. Ja, voilà. Maar er komt toch ook een zekere... Ja, dat is niet vol te houden, eigenlijk. Maar dat moet ook niet, hè? Nee. Dan zijn daar die anderen die staan te duwen te en te dringen. Ja, maar het is ook heel moeilijke tijd, ook natuurlijk vanwege de corona, sowieso een zeer moeilijke tijd voor jonge mensen, om nu, en ook in het theater dat al die jaren toch meer gecommercialiseerd is in die zin, en met bekende namen moet werken. Ja, maar er is ook minder subsidie langs alle kanten, dus mensen dus moeten... Moeilijker. Maar dit bijvoorbeeld was in 2018. Ja, 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 ja. Slisse en César, dat was in principe... Je ziet ze al staan, hè? Ja. Gaston en Leo, hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, maar zij hebben dat ook gespeeld. Daarom. Ja, daarom. Ja, ja, ja. Maar jij gaat nu... Ja.
In 2024 ga jij Gaston Bergmans proberen te evokeren. Fantastisch zijn. We hebben al een foto, kijk. Ja. Dat is de foto. Wie is Leo? Jurgen Delnaat. Is een acteur met zijn roots in het Gentse. Zoals Leo Martin ook vanuit Gent. Gaan jullie in het dialect spelen? Dus in het Gents? In het Gents en het Antwerps. Heb je het al gelezen? Ja. We hebben het script al in verschillende versies. Want Frank van Laken, die het ook gaat regisseren... En die het script heeft geschreven, die blijft maar verbeteren. Ja. En we krijgen altijd om de zoveel tijd mailtjes van... ik heb er nog eens wat aan geprutst. Ja. Ik heb nog dit en dit veranderd. Ja. Het meest in het oog springende is natuurlijk dat we geen sketchen gaan naspelen. Nee. En ik kan begrijpen dat dat voor vele mensen wat eigenaardig is, omdat ze natuurlijk Gaston en Leo kennen van de sketchen van de films en zo. Ja. Maar we spelen dus voornamelijk scènes uit hun dagelijkse echte leven. Ja. Achter de schermen. Ja. Hoe zij tot sketchen kwamen. Hoe zij met elkaar omgingen privé. Hoe zij met hun vrouw of hun familie of weet ik wat allemaal omgingen. Ja. Daar gaat het stuk over. Het is een hommage aan hen, aan hun... hoe ze zijn als persoon. Als ze niet echt... Ja. Pas op, hij komt natuurlijk hier en daar. Ja, maar ja, ik wou het juist zeggen, want uiteindelijk... Ja, gaat over hun werk, dan gaat het uiteindelijk altijd... Hun werk neemt ook een heel groot deel in deze voorstelling. Maar het is dus een musical waar bijvoorbeeld ook Bob Benny... passeert. Of Jo Leemans of zo. Mensen met wie zij toen optraden. Hè. Heel die geschiedenis. Nu, ikzelf, ik heb nog het geluk gehad van hen ook apart te zien optreden. Leo Martin in Tweetpaard in Blankenbergen. Met orkest. Met zijn orkest. Hè. Ja. Oh, fantastisch, hè. Die man stond meer dan 3 uur op het podium met dat orkest te spelen. Sketches te spelen met Crescent. En dan ook Gaston. In Oud-België, in Antwerpen, waar hij alleen solo werkte. Lang voor ze dus een duo werken. Ja. Ik heb nog een tijdje met hen op het podium gestaan, als ze Gaston en Leo waren. Ja, ja, dan vroegen ze, ze zochten iemand om sketches mee te spelen. En ik heb een aantal sketches met hen gedaan en opgetreden. Hadden we dat nu geweten? Maar op een bepaald moment ging het met de agenda's niet meer. Omdat ik ook platen maakte, mijn eigen orkest had en zo. Dan wilden zij een optreden doen, dan was ik niet vrij. Ja. En dan, dat hou je niet vol. Dat hou je niet vol. Nee. Dus maar om te zeggen, ik heb hen dus ook maar heel erg... Je hebt toch zelf een zalige tijd mee met die mannen. Maar ja, maar pas op, dat was niet altijd lachen, gieren, brullen. Nee. Hè? Want daar waren heel ernstige mannen die zeer ernstig met hun vak bezig waren. En vooral Gaston was echt een pietje precies, hè. Ik bedoel, ik denk dat Leo wel afgezien heeft, want Leo was iets meer... Nee, Leo was veel soepeler, veel jovialer. Maar ja, iemand moest natuurlijk... De touwtjes in handen hebben. Voilà, en dat roodharige mensen hebben dan zo nogal gemaakt. Ik neem het voor waar aan. Ja, maar ik ben zelf, dus ik weet het. Ja. Dus ik mag dat zeggen. Ja, goed, we gaan dadelijk nog wat verder praten, maar eerst muziek. En dan heb je gekozen voor Engelbert Humperdinck. Maar ook Engelbert Humperdinck is heel mijn leven mee. Wat ik daar ook sympathiek aan vind, is dat hij ook in elk interview vroeger, meestal, benadrukte dat hij ook een self-made man is. Dat hij ook geen muzikale studies of weet ik wat gedaan. Maar het meest heb ik hem in mijn hart gesloten, als ik zo mag. Toen hij dus meedeed met dit liedje aan het Songfestival. Dat is nog niet zo lang geleden. Nee, en ik vind dat een heel schoon liedje. Okay. Ik vind dat een heel eenvoudig, schoon liedje. Hij is ook een man op leeftijd. Er zijn wel wat kosten aan gedaan, maar goed. Hij is een man op leeftijd. En hij was ten onrechte, vond ik, laatst. Ja. Dat vond ik zeer ten onrechte. De laatste zullen de eerste zijn. Engelbert Humperdinck. Engelbert Humperdinck uit het Songfestival ergens een paar jaar geleden. Ja. Schieten. Mensen zullen zeggen, nu zijn ze helemaal aan het... Vertel eens. Ik ga vanaf september een nieuwe monoloog, een nieuw geschreven stuk van Erik Vlaminck. Erik Vlaminck is een hele leuke Vlaamse schrijver die vooral bekend is met zijn brieven van Dikke Freddy, die hij naar de Standaard schrijft over allerlei mankementen in de maatschappij. Maar Tir Arthur wordt een muziektheaterproductie. Met live muziek, met nieuw gecomponeerde live muziek. Wow. Met Bo Spaank gaat dat doen. En is een monoloog over het leven van een
man, een uitbater van een schietkraam op de Voor. Okay. Dus de man die is en dan ben jij, de plusje beren ja. En de gekalkte, allez, de pijpjes. Pijpjes, die ze moeten en zo. Ja, voilà. Ja. En jij gaat dus die ik man spelen. Ik ben de Arthur. Oké, okay. Ja. Goed. We gaan er voilà. Nog niet te veel over spreken, maar het zal wel om te lachen zijn. Ook. Ook. Het tragicomisch. Ah, tragicomisch. Ja, 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 maar ja. Sta maar eens de hele dag tussen mensen die op u schieten. Niet zonder gevaar. Maar het is niet dodelijk, hè? Nee. Goed, dan wens ik jou voor dat heel veel succes, maar ook nog voor de, hoe heette ze? De heerlijke hoorspelen. Heerlijke hoorspelen. Wel, er komt nu, ik denk binnen enkele weken, de dingen. Kantekleer. De Haan Kantekleer. Weer een nieuw sprookje dat we met het geluidshuis maken. Maar waar kunnen de mensen dat horen? Ja, is dat een podcast? Nee, dat gaat via URL. Ze moeten eigenlijk het boekje kopen. Ah, er is een boek. Er is een prachtig boek bij uitgegeven. Getekend? Met prachtige tekeningen van Mark Borgions. Echt hele schone, unieke tekeningen. Ja. Mooie kleurenplaten. Dan zit daar ook een cd in, maar ze kunnen natuurlijk nu ook met de URL-code zeker. Ja, hè? Dat sprookje zo. Maar we werken daar altijd heel lang aan die opname. Dat is ook altijd heel plezant, want het leuke aan de heerlijke hoorspelen is dat wij altijd horen dat zowel de volwassenen als de kinderen daarvan genieten. En dus dan ben je... En opnieuw. Ja, maar vooral kinderen doen dat, hè? opnieuw. Ja. Maar speel jij daar dan elke keer hetzelfde typetje? Of zijn ik ben het elke gewoon keer... de neutrale verteller. Er moet iemand zijn, Misha, die de touwtjes in handen houdt en die terug de kinderen bij de les betrekt. Oké. Dat ben ik in dit geval. Maar voor de rest doen daar de zotste dingen. De leukste acteurs en actrices rollen daarover elkaar heen. Dus dat is heel... Oké, goed. Dus als iemand er interesse in heeft, zoeken naar het Heerlijke hoorspelen. Ja. Goed. Het is gedaan, hè? Ja. Dus... En ik heb nog eigenlijk niks aan u gevraagd over uw carrière. Ja, maar, hè? Want jij kunt ook een boekje doen. Ja, maar dat gaan we niet doen. Okay. Jij bent bedankt, Ware. Fijn dat je er was. Na zoveel jaren wachten. Ja. Het was het wachten waard. Ja, maar ook ons mails over en weer. Waren ook altijd leuk. Maar je ziet, hè. Ja, uiteindelijk komt alles goed. Goed, hè. Dank je wel. Veel succes. Ik zie je in elk geval bij als Gaston, hè. Ik hoop het. Absoluut, ik zeg het, hè. Ze zit in de zaal, zeg. Dankjewel, u ook, dames en heren, dat u heeft gekeken. Ik maak nog een afspraak voor volgende week voor een nieuwe aflevering van Hadi Misha. Tot dan.